Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 14 november 2015. De toespraken van presidenten en koningen in reactie op de bomaanslagen in Parijs leiden juist tot meer aanslagen. Die presidenten die herhalen voor de 100.000ste keer: onze westerse normen kun je niet kapot maken. Onze solidariteit, wij staan achter elkaar en al dat geblabla. Wij laten ons niet intimideren. En dan komen ze ook nog met een showverhaal over hoeveel macht ze hebben via de veiligheidsdiensten, defensie en dergelijke. Die bomaanslagen, die zijn tegen het politiek systeem, niet tegen de westerse samenleving. Het politiek systeem is dat we alleen nog maar politici hebben die toespraken houden en die echt totaal ongeïnteresseerd zijn ten aanzien van het volk. Als je kijkt naar de inhoud van de gesprekken, de inhoud van de media, dan kan je maar één conclusie trekken en dat is dat er alleen maar gezegd wordt: wij zijn een land, wij zijn een rechtsstaat. In werkelijkheid is dat niet zo. Wat moet er gebeuren? Nou, eigenlijk zouden al die presidenten gewoon hun mond moeten dicht houden. Omdat ze namelijk zelf ook moordenaar zijn. De Nederlandse president bouwt geen rechtsstaat. De Nederlandse koning bouwt geen rechtsstaat. En er wordt er momenteel gesproken in termen van het zijn beesten en het zijn barbaren. Daardoor worden die terroristen nog handiger, nog sluwer, nog sneller. En het volk in Europa staat erbij te kijken. Ik heb 1470 video's gemaakt over terrorisme. Wat nu? Nou, mensen, ik ben vrij rustig. En dat zal ik voorlopig ook wel zo blijven. Ik ben niet van plan om het arbeidscontract van de minister-president op te eisen via geweld. Ik ga door met mijn communicatie via de ambassades. Dat is dus een lobbycircuit waar het volk niks vanaf weet. En het is een lobbycircuit dat komt te staan naast de lobby achter het internationaal strafhof. Er zijn verschillende lobbycircuits aan het ontstaan. En ik ben daar één van. Ja, ik heb het allemaal al gezegd. Ik heb het gewoon echt allemaal al gezegd. De rechters in Nederland willen bomaanslagen. Dat wilden ze in mei 2007, augustus 2012, toen het internationaal strafhof tegenover mij bewees dat ze weigeren te werken als rechtbank. Dat willen ze nu, nu Poetin zegt: ik bouw een administratie tegen Wereldoorlog 3. De rechters van Nederland willen bomaanslagen, willen oorlog. De media, de journalisten willen bomaanslagen, willen oorlog. Politici, ondernemers willen bomaanslagen. Het lijkt wel alsof ik de enige ben die het niet wil. Ik wacht af. Ik ga dus niet met geweld het arbeidscontract voor de minister-president opeisen. Ik zie wel wat ik achter de schermen via een ander lobbysysteem kan bereiken. Dag.